Zonder de bibliotheek geen zichtbaarheid van boeken. En we moeten niet onderschatten wat het belang daarvan is. Natuurlijk is het fantastisch dat we naar het digitale tijdperk, dat we daar onze iPads hebben, onze e-readers, helemaal geweldig. Maar zichtbaarheid van boeken, ook als investering, als voorbeeldfunctie voor jongeren en voor kinderen om te blijven lezen, daarom is ook de bibliotheek zo ontzettend belangrijk. Hoeveel waarde hecht ik aan de bibliotheek? Daar hecht ik heel erg veel waarde aan, want ik vind het heel belangrijk dat je kunt lezen en dat moet makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Ik vind het een hele leuke plek, je kan aan die tafel zitten en dan kan je gewoon lekker boeken lezen. Ja, de waarde van de bibliotheek vind ik heel belangrijk, omdat ik dus erg nieuwsgierig ben naar de geschiedenis van de mensheid, maar ook de toekomst en allerlei andere bijzonderheden die op de wereld spelen. Ik heb het helemaal opzien bouwen van amateuristisch met geleende boeken en zelf inkaften en noodlokalen. En later met alle computersystemen. Het is nu eigenlijk uitgegroeid tot een professioneel bedrijf. Het klimaat waarin kinderen leren lezen, dat vind je niet alleen op schoolplaats, maar ook thuis. En natuurlijk bij de bibliotheek. En die koppeling daartussen, die willen we constant in stand houden. Heel erg belangrijk. Voornamelijk omdat hij ook hier om de hoek gesitueerd is. Heel belangrijk omdat het, wij eigenlijk meteen langs kunnen gaan voor boeken. Actuele boeken. En zo krijg je natuurlijk meer leesplezier bij kinderen. De kinderen die gaan regelmatig naar de bibliotheek toe. Dat wordt georganiseerd. Er worden boekenkeuzes gemaakt door de bibliotheek, door de leerlingen. Personeel heeft er contact mee. Dus het is echt een onderdeel van ons totale leesaanbod. Voor het leesplezier bij kinderen, voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Ik vind het gewoon superbelangrijk. Het laatste boek wat ik heb geleend, dat is van Geert Mak. Dat is het avontuur van John in de Verenigde Staten in Amerika. Een kinderboek was dat, voor school en uit mijn gemeente. Volgens mij had het te maken met de winter. Ik leen boeken uit aan bejaarden, dus met name aan bejaarden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ze lezen over het algemeen heel veel. En er is geen andere mogelijkheid in de buurt waar ze boeken kunnen lenen. Dus ook mensen uit de buurt komen boeken lenen. Want wij lenen één keer per twee weken leen uit. En dan nemen ze vaak wel 6 boeken mee. Dus er is heel veel vraag naar. Ze hebben ook hele leuke boeken. En als ze naar Purmerend moet, dan lees ik sowieso al geen boeken omdat hij heel ver fietsen is. Het gaat over een meisje dat door haar moeder is overleden en heeft ze een brief gekregen van de vader, want de vader die mag ze niet echt. Op een plek is waar je toch heen kan als je buiten ergens gaat zitten? Nou, omdat wij meestal zitten, want in de BMC is niet heel veel te doen. We kunnen hier op de computer of we kunnen even thee drinken en zo. Kinderen vinden elkaar. Het is heel toegankelijk. Het is een groot aanbod, niet alleen van boeken, maar ook van video's, van liedjes, dat soort dingen. We hebben ook een hele goede samenwerking. Zoals je hebt gezien zitten we eigenlijk, het gebouw wordt verdeeld in het CNG en de bibliotheek. Wij kunnen ouders heel makkelijk naar de bibliotheek toeleiden. Ze krijgen daar zo'n mooi boekstartkoffertje. Pip danst op het ijs. Ik heb Mila en Sugar, de blauwe maanprinses.